Dit zijn de kampioenen. Ze zijn nog maar net terug van een lange reis uit Frankrijk. Het zijn Seizen en ze bezorgen hun baasje 4 keer goud. Ja, noem maar gewoon op je werk. Je bent in principe, ja, voor mij is het 365 dagen mee bezig zijn. En dat is ook, vooral in het kweekseizoen, is het toch om 5 uur zelf je eigen nest uit. Om je vogeltjes in de kweekkooi te verzorgen. De jury heeft de vogels van Schonewille van top tot teen beoordeeld. Ze kijken of het vogeltje netjes stil op zijn stokje kan zitten. Maar nog belangrijker is dat het vogeltje er gezond en vooral verzorgd uitziet. Het is heel belangrijk om een vogeltje, ja, mooi schoon, netjes keurig om een wedstrijd te krijgen. Daar heb je al een paar punten mee verdiend, zeg maar. Dan gaat hij terug in zijn kooitje en wordt hij met water, wat hij licht beneveld. Is het nou niet heel sneu voor zo'n beestje? Kijk, de bedoeling van het nat sproeien is dat die vogel dadelijk zelf gaat met zijn snavel de veren gaat poetsen, zeg maar. En dan gaan die veren op de muur gaan gewoon glimmen. Ook de pootjes van de vogels moeten er op en top uitzien. De jury let ook op de kleur en de tekeningen op de veren. En op dat punt scoren de vogels van Schonewille heel erg goed. Bovenin in de rubriek tekening en kleur hebben ze de meeste punten verdiend. Plus onder andere in het totaalplaatje hebben ze 10 gekregen. En dat is ook vrij hoog. Normaal is het ongeveer een 8 à 9, zeg maar. De vogelliefhebber heeft maar liefst 100 vogels. Het is de 2e keer dat Schonewille goud wint tijdens het wereldkampioenschap. Hij wint een oorkonde, medailles, maar helaas voor hem geen geldbedrag.